Melvin Bouva, vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, is uitgeroepen tot The Most Influential People of African Descent, MIPAD. Hij was genomineerd in de categorie Politiek en Bestuur. De awarduitreiking vond gisteren plaats in New York, Verenigde Staten, tijdens de MIPAD Recognition Week Class of 2019. Eerder dit jaar werd Bouva genomineerd als een van de 100 werelds invloedrijkste mensen in Afrikaanse diaspora onder de 40 jaar. De MIPAD-lijst is in 2017 geïntroduceerd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Jaarlijks worden de meest invloedrijke personen van Afrikaanse komaf in de wereld gewaardeerd voor hun prestaties. Bouva heeft als een van de MIPAD's uit Suriname zowel op nationaal als internationaal gebied zijn sporen verdiend.